Zo, dames en heren, dit is nou echt de laatste aflevering van Game of Thrones. En ja, het is toch wel een eind van een era. Eind van een tijdperkie. Zeker. Dit is echt ongelooflijk. Toch wel acht jaar nou, mee vermaakt. Meer zelfs. Ja, meer, want we hebben nog een tussenjaartje gehad. Ja, tussenjaartje. Ja, die zijn vergeten. Ja, dus, ja dat praat. Dus dan officieel dus ook echt dan welkom bij deze laatste aflevering. Ja. We weten nu pas hoe het eindigt. Ja, en even gewoon een simpel, heel simpele vraag. Tevreden, ontevreden, gaat wel. Hoe mag ik zeggen? Premier Assun. Ik denk wel tevreden, omdat ik toch daar niet kon verwachten, niet kon voorspellen wat er zou gebeuren. En dat vind ik dat het belangrijkste aspect van hele Game of Thrones, dat het toch onverwachts is. Elke keer als je iets ziet, als je denkt van dit gaat er gebeuren, en dat denk je altijd als je iets gaat zien, maar tijdens ook gebeuren er toch dingen dat je denkt, oh ja, dat had niet verwacht. Oh, dat is toch anders gelopen. Dat is toch anders. En dat vind ik wel, dus er is heel veel commentaar op dat het seizoen minder goed in elkaar zit en dat soort dingen. Maar als je puur gewoon de serie kijkt, blijf je gewoon onverwachte dingen gebeuren. En ik denk dat dat het mooiste is. Ja. Oké. Okay. Ja, Bas. Ja. Bij mij gaat wel. Ik kan me vinden in Bran the Broken. Ja? Vind ik wel een, inderdaad een acceptabel en ja, deels toch wel logische uitkomst. Want hij is toch wel een van de meer neutrale lords, om het zo maar te zeggen. Maar inderdaad, als je kijkt naar de hele serie, nou inderdaad qua verhaal vind ik hem persoonlijk. Je kan merken bij de twee schrijvers dat als ze niks hebben om op terug te vallen, dat het hier en daar toch een beetje fishy wordt. Ja. Maar nee, dat was wel een aflevering met gebeurtenissen die ik niet zag aankomen. Die we ook niet voorspeld hadden vorige keer, dus dat is toch wel een Het is een beetje een council, maar we hadden de council wel, maar de manier waarop, dat niet. Nee, ja, ik vond hem, ja. Ja. Nou, we wisten, ja, ik zelf vond hem leuk, maar wat ik zeg, het commentaar die ik ook al aangaf, je ziet wel de laatste seizoenen is het wat sneller gegaan, dat is ten koste, dat vind ik zonde. Flink wat sneller. Dat is jammer, ik denk dat je, als je Danny iets meer tijd had gegeven om te laten zien hoe ze zo gek werd, had het iets leuker geweest. Danny's character progression, dus haar vooruitgang qua karakter, dat... Ja, want op een gegeven moment een soort Adolf Hitler werd, toen dacht ik van zo, dan gaat het wel heel goed. Ook echt, gelijk ook echt zo. Ja. Oh, en nu ben ik. Ja, dat was een hele, dat was even een dingetje, denk ik zo. Dat is heel snel van, nog een paar afleveringen vorig jaar, heb ze nog als medeheld van... Tenminste, dat is nog nooit letterlijk zo gezegd, maar is dat niet gewoon het idee van macht hebben, dat gewoon te veel wordt? Ja. Ja, dat kan, maar dat is op zich, kijk. Het blijft gewoon leuk, ik bedoel, het is gewoon een leuk einde op zich. Ja, maar gewoon... Ik vind het serie wel goed hoor. Ja, hij is niet kapot gegaan, de serie, daardoor. Maar ik had zelf wat andere beslissingen genomen, dat wel. Ja. Dat had ik... En ja, dan ga ik gelijk even mijn theorie, ik denk meneer gelijk al op het begin in. Ik denk dat Bran eigenlijk een beetje een sneaky bastard is. Want als hij gewoon alles heeft gezien, als hij echt alles vooruit heeft kunnen zien... Ja. Dan heeft hij echt... Dat liet hij ook inderdaad. Ja, dat liet hij een paar keer ook horen. Ook toen aan het einde met... dat hij Tyrion zegt, ja, maar ik weet toch, ik wist dat je hier zou komen. Daarvoor ben ik hier ook gekomen. Dus dat was een echte... Dus eigenlijk is hij een hele grote manipulator. Als hij ervoor gezorgd dat Jon de waarheid wist. Waardoor hij in feite... Ja, maar hij heeft er dus... zoveel stappen zijn er gezet. Die nodig waren om hem dus... En dan zonder tegenwoord. Dat is natuurlijk, hè. Je kan wel plannen hebben van, nou, ik word de volgende heerser, maar we hebben het gezien door de hele serie door. Al die plannen vallen er niet, of je hele familie gaat eraan en weet ik het wat allemaal. Ja. En die plannen van hem is, niemand wist het behalve hij. Ja. Ja, en daardoor is het ook gelukt waarschijnlijk. Ja. En het is zo diep uitgeplot door hem, dat hij dus sowieso dus aan de macht zou komen. Ja. Zonder tegenwoord, want sterker nog, ze kiezen ook voor hem. Ja, kiezen voor hem. Ja. En de vraag is erin, of daar heb ik ook nog twee dit aan. Misschien is hij nog steeds iets. Hij zegt, ik ben geen Bran meer, ik ben Three-Eyed Raven. Dat heeft hij eerder gezegd. Misschien is Bran helemaal niet op de troon, maar zit nog steeds een Targaryen. Dan wel een geestvorm, zit nog steeds op de troon. En dat is dus eigenlijk de oude Three-Eyed Raven, die Bran Rivers. Dus Bran Rivers. Maar die heeft nooit op de troon gezeten, toch? Nee, die is toen weggegaan. Verbannen of niet? Die is verbannen, omdat hij moord had gepleegd. Hij had een van de Blackfires vermoord. En toen is hij de Black kiezen, dus hij is ook Lord Commander geworden. Ja. En toen is hij als het ware weggegaan. Dus hij was de loyale van de Blackfyre Rebellion. Zijn broers waren... Nee, hij was loyaal voor de Targaryens, maar hij heeft zijn broers vermoord. Dus ja.
In feite is Ilgo ook een moordenaar. Dus als hij dat een beetje dus Bren overgenomen, dan heeft hij heel lang geplot al zijn hele leven en heeft hij dat uiteindelijk voor elkaar gekregen. Ja, of het is een soort Doctor Strange effect van dit waren nou eenmaal de beste keuzes om te maken voor deze uitkomst. Ja, precies. En het was niet eens iets voor hem, het was gewoon dit waren de beste keuzes voor de mensheid om te leven. Dat kan, maar de vraag is natuurlijk hoe of wat, dat weet niemand. Ja, kijk, als je gewoon kijkt naar, we kunnen natuurlijk nu een beetje terugkijken, dat vind ik ook leuk ervan. Als je kijkt naar, dat was de derde, de Battle of Winterfell een beetje. In feite heeft Jon Snow, of hij nou wel of niet wist wie hij was, maakt niet zoveel uit. Dat Arya heeft die Night King vermoord. Ja. Wat hem meer in problemen gaf, wist dat hij de waarheid wist, is later zijn relatie met Danny geworden. Ja. Ja. En dat heeft weer voor gezorgd dat Danny ook weer gek wordt. Want die raakt steun. Dus in feite heeft hij hun een beetje tegen elkaar opgezet. Als ik me even precies. En heeft ze allebei uitgeschakeld. En is hij nu de koning geworden. Ja. En het is een super Game of Thrones geweest eigenlijk. Als dat zo is, ja. Als je dat zo bedenkt inderdaad, dan zeker inderdaad. Ja. Kan ook zijn, en dit is het mooie aan het speculeren, je kan er gewoon meteen een count op geven, dat hij al wist dat Danny gek werd. Dat hij de signs zag en dat hij wist dat Jon de beste optie was om haar te killen. Dat kan. Dichtbij genoeg kwam, want ze hield van hem. Ben je dat is een beetje het punt. Dat is een beetje het nadeel, ook aan de snelheid waarmee die laatste twee seizoenen gingen. Ja. Er zijn zoveel toevalligheden, Nee, dat is een beetje. Ja, en wat dan is, en dat is een beetje, dat kun je als een kritiekpunt zien, maar ook veel mensen zien dat als een pluspunt. Is natuurlijk aan het einde heb je natuurlijk de Small Council. En dan zie je alle populaire personen hebben het overleefd. Dus wel een beetje fanservice. Dat was gigantisch fanservice, maar ik vond het wel leuk. Vond ik leuk, dat maakt het fanservice, toch? Ja. Vind ik niet zo, maar... Ron, Devils, ik bedoel, alle fans favorites. Nee, ik doe niet de andere kousen. Ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Dat alle populaire jongens... Het zat er wel aan te komen. Ik denk niet dat het bij George Martin... Nee, maar daar bestaan de helft van de characters niet meer. Nee, dus dat is wel besloten. Die zijn allemaal dood. Ik bedoel, Aegon die neemt de rol in de boeken. Heb je een Aegon Targaryen en dat is niet Danny en dat is niet Jon. Nee, klopt. Dus dan heb je weer een hele derde personage die in het spel zit. Nee, dat kan een heel ander verhaal weer worden. Als hij ze ooit nog afschrijft, wel. Ja. Ja, nou, dat laten we het hopen. Ja, dat is wel spannend. Want dat wordt leuk natuurlijk, als je de boeken natuurlijk gaat vergelijken nu met de serie, dat kun je nu doen. In principe is het ook voor de boekverkoop ook wel interessant. Dat die serie niet afgelopen is, dan kunnen mensen nog meer... Want nu gaan ze kijken, maar hoe ging het nou echt? Ja. Ja, na de eerste paar seizoenen zouden mensen het nog niet kijken, want toen klopte het in grote lijnen wel. Het is natuurlijk uitgedund, maar het klopte feitelijk. Drie, vier. Daarna was het... Nee, maar dan, als ik dan kijk gewoon even naar de laatste aflevering. Nou, dan heeft Tyrion natuurlijk een hele grote rol gekregen. En het aan alle kanten overleefd. Ja. Dus ook wel apart dat hij toch wel zoveel macht kreeg om mensen uit te praten. Natuurlijk, op een gegeven moment als hij met die hele grote raad staat, dat hij gewoon toch de koning als hij hem kan voorstellen. Dat idee vind ik apart. Ja. En dan, je hebt Jon heb er wel een grote rol in. En Jon is gewoon een nieuwe Mans Raider. Mans Raider, dat is duidelijk. Ja. Toch? Ja, maar uiteindelijk is het wat je dus, als je de hele serie gewoon als geheel bekijkt, is het grappige dat je dus degene waar we mee begonnen zijn, eigenlijk de Starks, dat die dus ook... nagenoeg een happy ending, zou je kunnen zeggen, dat die dit gewoon ook de serie eindigen. Ja, die hebben gewoon blijven. Noorden is vrij, Bran is koning, of hij daar nou voor koos of niet, dat is dan... Dat laten we zeggen, oké, in het midden. Dat is dan hij komt hier goed vanaf. Ze hebben een offers moeten brengen, de Starks, maar ze hebben er ook wel wat aan overgehouden. Jon is eindelijk vrij van al het gedoe. Ja, want dat wil ik even kijken naar het einde. Er werd gezegd, hij gaat naar de Nightwatch, maar hij ging recht door het poortje met al die mensen, een deurtje ging dicht, dus... Ik denk dat hij is gewoon een volk is. Hij ging door de Nightwatch. En daarna ging hij door. Het zijn de motherfuckers. En hij is daar gewoon de leider. Dus in feite is hij zo'n soort omschreven koning toch geworden. Alleen ten noorden van de Wol. Iedereen volgde hem. Ja. Dat kon je zien. Dat was duidelijk. Dus, dan zeg ik ook. In feite is dit een soort open einde. Ja. Want een paar scenario's kunnen nu komen. Je hebt dus, we hebben nu Bran als nieuwe koning, maar als hij doodgaat, dan moeten ze weer gaan kiezen. Dat geeft altijd een probleem, want iedereen wil dan weer koning worden. Dus
Ja. Dus eigenlijk heb je een nieuwe oorlog al, heb je al een beetje weinig gecreëerd. En zelfs met het feit dat ze dus afgesproken hebben dat er elke keer wordt gekozen, is het ook mogelijk dat er meteen moordaanslagen worden gepleegd. Natuurlijk, er wordt heel veel backstabben. Want dan wordt er een nieuwe koning. Ze gaan niet wachten tot die aan het eind van zijn leven is, want dat duurt al 50 jaar. Dus dat is niet op. Ze gaan altijd kijken, dat zie je sowieso. Oké, je krijgt minder snel een oorlog voor claims, want er zijn geen claims, maar nu krijg je meer backstabbing. Maar juist dat... Dus het is het probleem. Als je een claim hebt, dan is het makkelijk. Als je dan weet, die is geboren, dan wordt de zoon of dochter van. Dus je weet, dat is duidelijk, die gaat het worden. Een beperkt aantal mensen inderdaad. Nu kan iedereen eigenlijk om vechten steeds om de koning te worden. Die gaan eerst op de achtergrond een achterban verzamelen, bij wijze van. Ja, wie dan de meeste steun heeft. Dus het wordt gewoon het parlement zoals we nu hebben. Ja, maar het wordt maar dan met meer messen trekken. Nog meer messen trekken. Dus het is er niet veiliger op geworden, dus ondanks wat zoals het leek. Ja, je maakt het nu zo veilig als je het zelf verloopt. En dan heb ik nog een leuke theorie. Dat is natuurlijk, kan zijn, als John natuurlijk in het noorden zit daarboven en hij vindt toch weer een leuk vrouwtje. Want 2 jaar, 3 jaar gaat hij misschien met je rouwen, maar daarna zit hij nieuwe Ingrid. En ik denk, ik heb dinges. Dan kan die ook weer kinderen krijgen. Die hebben toch nog een bloedlijn, zit ondanks dat hij misschien alles is kwijtgeraakt. Zoals toch mensen blijven, dat het altijd blijft, zeker als er een crisis is. Stel voor, er komt een interne oorlog tussen de oude huizen die nou bezig zijn. Dan heeft hij weer een kans teruggekomen. En hij heeft nog steeds het bloed van het Targaryen, dus hij kan altijd nog een keertje even zijn kinderen misschien een draak opvissen. Claim of the Iron Throne, maar Iron Throne bestaat niet meer. Nee, maar dat kun je toch terugverdienen. Dus kan je. Het is zo gemaakt, deze serie, dat je gewoon in feite over 10 jaar, zelfs als de helft van deze acteurs geen brood meer hebben, want niet iedereen gaat het redden natuurlijk in Hollywood. Kan je zo een mooi vervolg maken. Ja. En anders schuiven ze hier aan tafel. Ja, we kunnen het schrijven, het verhaal. En dan krijg je een sandwich of zo, ja. Ja, brood verdienen. Maar degene die dus de enige nieuwe lord is eigenlijk Sir Bran. De rest is een beetje blijven zitten. Potter. Dat is geen lord. Nee, je bedoelt een groot huis. De enige die van niks... Ja, en Gendry. Gendry? Ja, dat is waar. Gendry is ook weer weggekomen. Ik moet zeggen, de helft van de lords die we zagen bij die meeting kennen we niet. Nee, die wisten ze bij de serie ook niet. Ja, we zaten echt op te zoeken. En dan heb je natuurlijk ook nog Sir Davos. Is toch wat, toch een hoge jongen geworden. Ja, maar die is geen lord. Ja, maar ik weet niet wat het is. Hij is wel lord van... Hij wordt vanzelf wel een lord. Hij is master of ships. Master of ships. Maar dan krijg je normaal gesproken wel een land. Een land, inderdaad. Dus maar niet van een kingdom. Nee. Sir Bran is... Die heeft gewoon de reach bijgekregen. Sir Bran heeft er wat titels bij. Het rijkste stuk land ook nog. Het zei hij trouwens. Hij was wel ook met je Lord of Lofty Titles. Alleen we hebben niet gezien wie dan dingen heeft overgenomen. Maar dat kan Tyrion natuurlijk houden. Want hij is gewoon. Ja, die van Lannister zijn dat. End of the King mag wel zitten zo laten behouden. Ja, Tywin deed dat ook. Ja. Dus die heeft hij dus. Lannister heeft. Kijk, als ze allemaal weer een beetje gaan trouwen, kindertjes krijgen, dan gaat het allemaal weer uitbreiden. Is ook ironisch trouwens, dat Tyrion eigenlijk de beste opvolger voor Tywin is. Terwijl Tywin hem eigenlijk nooit zag staan als überhaupt een mens. Maar ik geloof dat het eerder ook een keer is. Ja, ik geloof dat ze voelden dat hij het meest op Tywin leek, ongeacht. Dat wist Tywin zelf ook wel daarvoor. Ja. Dat had hij hem ook een eind gemaakt. Het gescheme. Alleen nu is het natuurlijk het einde. Het is mooi om te zien dat hij nou gewoon de plek van Tywin heeft. Hij is niet alleen Lord of. Hij heeft natuurlijk wel een CV. Hij is ook nog eens Hand of the King. En hij wordt waarschijnlijk Warden of the West. Nee, en dan. Hij heeft natuurlijk op zijn CV staat al redelijk wat natuurlijk. Ja, Kingslayer. Het is de derde keer dat hij Hand is. Dus soon to be Kingslayer. Dat is niet eens geweest. Uiteindelijk is John natuurlijk de Queenslayer geworden. Hij zei zelf ook dat ze er samen verantwoordelijk voor waren. Maar... Ja, natuurlijk, hij heeft gewoon overtuigd. Ja. Ja. Hij heeft echt voor alles. Hij heeft nog net niet zelf de tolk ingestoken. Jouw theorie over dat Sam de verhaalverteller is, is ook het raam uitgeknald? Ja, dat vond ik wel heel vaag en dat vond ik ook heel slecht. Ja. Dus ook eigenlijk zeggen waarom. Omdat als je het hele verhaal dan terugkijkt, heel veel dingen weet die meester niet. Hem heeft opgeschreven. Ja, terwijl, dat zag ik met Tyrion gaf als commentaar, ik sta niet eens in het boek. Dus dat is eigenlijk een heel raar verhaal dat zo gebeurt. Dus dat kan ook een twist zijn op de serie en de boeken. Ja, maar het bestaat helemaal niet hier. Als in alle characters in de boeken die niet in de serie zitten. Is wel heel ver gedacht, maar ik vond het wel een mooie twist. Maar dat is een beetje vaag. Ja, je zou natuurlijk sowieso kunnen zeggen van, hoezo is Sam nou gewoon
Heimeester, of nee, Heimeester, ja. Ja, Heimeester is toch? Hij ging van meester, ja, 1 link of zo, of 0 links naar artsmeester. Nee, hij is niet artsmeester. Nee, artsmeester zit nog. Hij is representative. Hij is representative voor de artsmeester. Ja. Dit is gewoon grandmeester. Grandmeester. En hij is gewoon. Dit is gewoon Friekspolitiek. Ik bedoel, de hele tafel is eigenlijk. Ja, maar dat heeft hij ook niet voor het zeggen. Toch? De meesters zijn de enige die. Opvolger van de artsmeester. Voor het zeggen hebben. Zij staan vrij. Ja, maar ze zouden neutraal te zijn. Ja, maar hij is ook zeker gezien moet hij ook neutraal zijn. Nog ja. Dus. Nee, maar hij is ook zelf ook vertrokken. Hij is benoemd dus door de artsmeester als mag je ook niet, blijven, zeg maar. Je bent pas meester als je het afmaakt, zeg maar. Dus ja. Je hoort nog bij de bond, om het zo te noemen. Maar ik denk in dit geval dat ze dachten van mij handig omdat hij toch hoort. En hij kent ze ook allemaal. Ja. Nee, dus daar zie ik geen probleem. Nee, als je verder kijkt, nou, dan heb je Arja, die gaat naar het westen toe. Ja. Niemand weet erom. Ja, misschien een van de. Dat is één personage waar ik wel teleurgesteld ben. Ja, ook die is helemaal opgeleid als moordenaar, als assassin. Er was echt bijna een heel seizoen waarin je er gewoon zag trainen. En wat doet ze zij echt de focus was, inderdaad. Ze killed de vrees. Nou, dat gaf een dat mooi, belovend begin. Ja, van, ja. Heerlijk gevoel was dat op dit dat is moment. Heel vet. Ja. En ja. Dan niks. Nou ja, ze hebben de Night King vermoord. Ja, maar niet als Faceless Man. Dat was gewoon sprintduidelijk. Ja, ja. Ze gebruikten wel de stealth skills om langs die generaals te gaan. Maar nee, niks. Maar niet als Faceless Man. Ze ging met de Hound naar King's Landing toe. Je dacht, oh, Rambo team. Maar ja, de Hound heeft dan Clegane Bowl gehad. En gewoon die heeft zijn naam gewoon waargemaakt. Dat was helemaal prima. Zij heeft een beetje verdwaasd rondgelopen. Nou ja, ze wordt natuurlijk door de Hound weer beschermd. Dat prima. Dat vond ik nog wel redelijk, want je ziet dan dat ze toch van binnen eigenlijk nog niet zo volwassen is als ze zichzelf voordoet. Toen zag je de weg wegrijden op dat witte paard, als in de Pale Rider, hier komt de dood. En wat doet ze? Ze rijdt naar Sansa en in een timeskip van een paar weken zit ze aan de tafel. Of niet eens een tafel, ze zit op een stoel. En dan gaat ze naar het westen met een crew die ze zo gek heeft gekregen om naar het westen te gaan. Of niet, misschien gaan ze wel komen ze hele mooie eilandjes. Ja, misschien vast wel, er zal vast wel iets zijn of ze komen gewoon uit bij de Shadowlands. Maar, en that's it. Ja, dat apart. En dat vind ik ook, dat is wat ik nog steeds niet helemaal. Kijk, Jon Snow is vermoord, dan wordt hij teruggebracht door de Lord of Light. Yeah. En zijn rol, je kan zeggen, hij heeft een soort coalitie gevormd, dat is dan zijn rol geweest. Maar ik had toch iets meer verwacht van zijn rol. Dat had ik niet. Nee, maar ik wist. Dat komt omdat het gerushed is, denk ik. Ik denk misschien dat in de boeken dat hij misschien wel de Night King gaat. Dat wel een battle wordt. Ja, waarschijnlijk. Wat ik hoorde, dat de makers die wilden een beetje verrassen. Volgens mij heeft zich niet aan de George bij niet aan Martin. Nee, maar dat is nu heel. Kijk, je kan het nu totaal niet meer neerleggen, want de serie is nu geweest. Ja. Dus hoe het ook gaat lopen, dan kan je altijd zeggen van. Komt het door de serie omdat hij er niet te veel af wil vallen? Of is het juist dat hij er tegenin gaat, heel bewust? Maar je kan nooit meer zeggen, dit was het idee geweest. Nooit meer, hoe de boeken zullen aflopen. Nee. Dat is het vervelende nu. Nee, ja, zwaar. Ja. Snow is sowieso een heel ander personage in de boeken. Ja. Hier is hij een soort boy that was promised, bla bla bla. In de boeken is hij dat helemaal niet. Is hij gewoon Lord Commander of the Night's Watch en whoop whoop die doe. Ja, okay. Aegon Targaryen, die is met Egg is hij echt helemaal naar Essos gegaan, is hij nou geland bij Dragonstone en blubblubblubblub. Dat is niet één karakter, dus je krijgt nooit dat spelletje tussen hem en Dany, want... Tenminste, tenzij het boek opeens een 180 maakt. Ik weet dus niet hoe dat, of dat nou dan gekomen is door het... Kijk, het is een manier van filmen en hoe er weergegeven wordt. Hij werd toch al op een gegeven moment heel erg gezien. Het is de held van de serie en van het verhaal. Ja. En Game of Thrones is dus nooit de bedoeling geweest dat er echt één iemand hoofdpersoon is. Want als je erin ging geloven, dan ging je dood. Ja. Als je erin geloven, dit wordt een belangrijk personage. Een aflevering later is je dood. Dus dat werd je gewoon afgeleerd om gewoon een voorstander te zijn van een persoon. Ja, letterlijk. Ja. En ik heb het idee nu met dit einde, dat ze dus bewust wilden, ze bewaarden het letterlijk tot de laatste aflevering, dat ze dus niet wilden dat je kon voorspellen wie het zou zijn. Overduidelijk kreeg je dus twee kampen. Je kreeg John aanhangers, je kreeg Danny aanhangers. Ja. En om dan niet één van die twee groepen gelijk af te vallen, hebben ze er letterlijk voor gezorgd dat die twee nog tot in de laatste aflevering er gewoon zijn, zodat ze nog allebei de hoop zouden hebben, die gaat winnen. Dat is, op de een manier
komt het er voor mij heel erg uit. Ja, een manier van verhaal vertellen. Ja, toch? Ja, maar ik denk wel, ik vond wel dat zowel Jon Snow als Danny waren allebei in de hele serie een beetje onaantastbaar. Die kwamen er steeds bovenuit. Ja, maar daar zijn we dus voor gezorgd dat, want je zou zeggen, omdat Jon teruggebracht is, toen zeiden ze het ook, hè, van The Lord of Light ziet nog een rol voor jou in. Toen zeiden ze ook van, ja, is hij dan Azor Ahai inderdaad. Ja. Maar dan laten ze hem bewust niet de Night King killen. Omdat er dan net niet die profetie helemaal af te maken. Want anders was hij overduidelijk de Azor Ahai. En dan is het van, ja, maar dan moet hij op de Iron Throne komen. Want anders zou het heel raar zijn. Dat krijg je dan. Maar zelfs op het einde deden ze dat. Azor Ahai heeft eigenlijk op zich niks met Iron Throne te maken. Want het is veel meer de war. Snap je? Ja, maar wel met de war tegen de Night King. Ja, okay, ja. Als de Night King Maar dan zou hij nog grotere held worden. En dat hebben ze dus niet gedaan bewust. Om hem niet te hoog te gooien. Ja, ik had het leuker gevonden als Jon Snow gewoon in die veldslag ook, zeg maar, op een heroïsche wijze. Die ging er te weinig dood. Ja, daar hadden meer dood. Dat klinkt heel raar, maar er gingen te weinig main characters dood. Ja, in die derde aflevering. Dat had het iets meer. Ging alleen maar minor characters dood. Wat ook sommige had ik het liefst gewoon levend gezien, daar niet van. Maar. Ja, maar het is zo anti-Game of Thrones. Ja. Maar ik had het leuk gevonden als Jon Snow zeg maar, wel de Night King had vermoord, maar daar zelf ook ten koste van zichzelf was gegaan. Dus bam, maar dan had je alleen de twee koninginnen tegen elkaar. Dat zou alleen maar fijner geweest zijn. Ik bedoel, inderdaad, zoals je ook aangaf, mensen gingen achter Ned Stark staan, Ned Stark ging dood. Mensen gingen achter Robb Stark staan, Robb Stark ging dood. Mensen gingen achter, even kijken, wie hadden we toen? Stannis? Ja. Stannis ging dood. Toen hadden we onze grote Martellboy. Ging dood. Killde de mountain. Ja. Die werd alleen maar beter van. Ja. Dus inderdaad, iedereen waarvan je dacht, oh, die gaat hem pakken. Zelfs met Tywin hadden ze dood. Ja. Tywin ging dood. Ja, maar dat is puur de manier hoe je het filmt. Hè? Ja. Dat is gewoon dat is prachtig. Maar de laatste twee seizoenen ging niemand dood. Nee, best waar. Dan ben je van, ja, nu zit ik te wachten op iets. En dan gaat Ed dood. Ed was een geweldig personage. Maar niet, story relevant. Nee, ja, voor Jon Snow. Dan zal hij Lord of the Night's Watch worden. Wat hij niet wordt, want hij gaat naar het noorden. Ja, nog mooi, weer naar het noorden. Ja, doei, met wakkers. Hij is wel opgepikt door hun, maar... En dus één punt, waar daar hebben we allemaal met jou geërgerd, is dat die Unsullied, dat hij in aantallen steeds een keer groter wordt, klein worden, groter worden. Dus dat is een beetje heel bijzonder. Want ze hebben gewoon gecopy-paste. Maar dit is... Kijk, ik snap, het is een heel dure om het goed eruit te laten zien. En het ziet er wel altijd goed uit. Dus dat heeft heel veel geld gekost en zo. Alleen, ik vind het meest frappante, dus als je vergelijkt wat toen je zag op het plein na die overwinningsspeech van Daenerys inderdaad, je ziet er zo verschrikkelijk veel. En ja, voor mijn gevoel waren het toch al meer dan er ooit waren geweest. Ja. Toen zij in seizoen 2 of 3 die groep ophaalden, toen zagen ze bij elkaar 8000. Je zag het ook van, nou ja, het is een clubje. En dat was voor alle veldslagen. Ja. Precies. En nu aan het einde van de rit, waarin er een eindeloze hoeveelheid zijn er nog meer zelfs. Ja, misschien hebben ze een goede campagne gevoerd van Join the Unsullied. Ja. Keep your balls, want Niels van. En dan zijn de posers. I want you. Dothraki zijn wel flink verminderd in de nummers. Ja, dat is dan kloppend. Er waren nog wel veel over, maar die zijn aanzienlijk verminderd. Maar dat was echt een zee aan mensen, dus dat kan nog wel, maar die Unsullied. Ja, oké. Van allebei de smeten wel over waren. Zeker na die Long Night. Als ze echt wel zo geslacht geweest. Ze stonden op de frontline. Dat is wel de laatste die met zulke aantallen moesten leven. Ja, dat vond ik vaag. Dus dat was een beetje apart. Dan had je nog de scène met Drogon, waar we inderdaad ons verschil over hadden. Die dus eigenlijk een eind maakt, een Iron Throne. Ja. Wat ik denk, mijn speculatie, is dat... Want draken die worden in dit universum geportretteerd als hele hyperintelligente beesten. Dat hij die Iron Throne kapot maakte en Jon niet kapot maakte... Omdat hij zelf ook aanvoelde, of in ieder geval zijn moeder, gek zag worden. En ook wist dat dit, die hele Iron Throne en wat de gedachte er ook was, eigenlijk de drijvende veer was achter haar Downward Spiral. Daarom killde hij niet Jon, maar de Iron Throne en vloog hij daarna weg. Hij had ook gewoon Jon kunnen killen en de Iron Throne en weg kunnen gaan. Ja. Maar dat heeft hij expres niet gedaan. Hij had de kans, hij deed het niet. Je zag hem zelfs nog even kijken naar hem, van... En hij vloog weg. Ja. Nee, daarom is het ook zo leuk dat ik zeg, dat maakt het leuk voor ooit van de toekomst. Die draken blijven bestaan en Jon kan misschien in het noorden ook... die kan in het noorden misschien toch wel wat meer nakomelingen maken. Dus we hebben zo weer een nieuwe oorlog met draken. Dat is fantastisch.
Fantastisch. En nu gaan we even een hele vage theorie die totaal bullshit is, maar ik vind het wel leuk om te doen. Okay. Hij heeft, natuurlijk, neemt Danny mee, vliegt hij mee, gaat hij naar de rode priestess, high priestess. Oh, die. Okay. Zet hij neer, neemt het revive team en dan is hij weer terug. En dan kan ze weer teruggaan, dan kan ze weer wraak nemen. Gebeurt niet, maar dat ook het zou alleen kunnen dus als de Lord of Light nog steeds zin in haar ziet. Precies, de Lord of Light, yes. Gaan doen. Lord of Light denkt, het is saai aan het worden. Ja. Bam! Bam, ja. Hier heb je ook meteen drie dragen. En dan is het ook niet de Night King, maar dan zij is dan gewoon de Queen of Fire, gewoon precies andersom. Ja, Queen of Fire en Lord of Ice. Ja, dan kan zij denken van, we gaan het soms. Het is inderdaad onzin, maar maakt niet uit. Nee, maar we gaan een beetje ver. Even, HBO gaat natuurlijk nog door met. Moeten we nog even kijken wat dat gaat worden. Ik hoop Valyrian Freehold. Maar... Ja, wat ik nou wel nog een beetje zelf over twijfel, is het nog wel aan de hand van verhalen van George R. Martin of helemaal niet zelfs? Universum, maar ik denk niet, want het enige verhaal dat hij geschreven heeft, Game of Thrones is niet de drijvende veer, maar... Nee, maar hij is de producent, wordt hij. Hij wordt de producent van de vier series. Dus maar hij gaat ook meeschrijven aan de verhalen dan. Ja, maar... Ja, de verhalen moeten nog geschreven worden. Ja, maar dat is eigenlijk... Een script, zei dat dan. Dus dat kan nog wel even duren. Wat is een grote verschil met bijvoorbeeld wat ze met de Lord of the Rings gaan doen? Dat zijn dus wel aan de hand van verhalen die al bestaan van het universum. Natuurlijk worden dingen een beetje bijbedacht. Dus je weet eigenlijk al hoe het gaat. Dat zou je dan kunnen zeggen, misschien, maar er is meer in die wereld beschreven. En nou is George R. R. Martin een extreme fan van Tolkien natuurlijk. Maar hetgene wat hij vervelend vindt, is dat er duidelijk een hoofdpersonage in zit. Daar is George R. R. Martin de meeste tegenstander van. Dus dat je weet, die is hoofdpersonage, dus die gaat letterlijk nooit dood. Ja, dat was helemaal tegenstander van. Maar ik heb pas geleden gehoord dat wat ze als eerste gaan doen is toch de Long Night. Dus eigenlijk het is de eerste Night King verhaal. Maar dat gaan ze een beetje gaan spiegelen met de opkomst van Valyrian. Dus eigenlijk was zo Essos, Westeros was allebei dan weer in die serie gaan behandelen een beetje. Ja. Net zoals wat ze ook hebben gedaan, dat spiegelen. En dat, daarmee willen ze dat een beetje gaan doen. Dat is een beetje wat dat lijkt me vet. Inderdaad, sowieso ben ik een Valyrian Freehold fan. Maar dat naast elkaar of apart van elkaar, als het maar gewoon allebei eens heeft. Wat mij ook vet lijkt is... in de tijdlijn inderdaad van Bran the Builder en dinges de Liar Lannister, zeg maar van elke founding father van de Great Houses, dat tijdperk, dat lijkt me ook vet. Ja, want dan zie je de opkomst van al die Great Houses en dan zie je de hoe zij er mag People zijn of Fable. Ten opzichte van de native inwoners. Ja, precies. Ja. En ook natuurlijk van het leger. Wat want er waren elke Great House, tenminste nu bestaan sommige niet meer, maar die had een founding father uit Legend. Ja, okay. Nou ja. Dus dat verhaal maar hoe belangrijk vind je dat? Want uiteindelijk is het, want degene die wij kenden zijn ook weer anders dan de daadwerkelijke Founding Fathers. Ja, maar hoe belangrijk is het over de Valyrian Freehold te volgen? Nee, maar ik moet zeggen, het beste voorbeeld is natuurlijk de Reach. Want de Warden of the Reach zijn geworden nadat Aegon Targaryen is gekomen. Dat waren natuurlijk de... Die gaf het aan... Tyrells. Ja. Die kregen de titel, daarvoor waren het de Flauw? Garners. Ja, de Garners. Ja, want, maar die waren die keerden zich tegen de Targaryens en dat hebben ze met de dood moeten behouden. Ja, nou, dat is ook een mooie story. Ja, maar dat betekent dat de Founding Father dus. Ja, weet je, wat zoals nu is, het wordt in ieder geval vier verhalen. Wat in ieder geval niet wordt, is de opstand van Robert is dat logisch, want dat mooi, is dichtbij, dat weet de uitkomst al. Het enige wat ik zou willen zien is de Battle of the Trident, maar de rest boeit me niet. En Duncan and Egg wordt ook niet gedaan. Nee, want dat zou helemaal niet kloppen met het verhaal dat we nou zien. Ja, precies. Dus die twee worden niet gedaan. Voor de rest, ze zei dat ze meer, dat zijn prequels, dus veel meer naar terug. Wat misschien dan, tenminste, wat mij dan leuker zou lijken, als ik heel eerlijk ben, is dat ze zomaar in hetzelfde universe kunnen ze wel gewoon films maken. En dan hoeven ze helemaal niet zo uitgebreid te vertellen. Want een serie moet je inderdaad extreme verhaallijnen hebben. Je zou Robert's Rebellion wel in een film kunnen doen. Precies, dat lijkt me wel heel gaaf. Moet wel een langere film worden. Kijk, het mooie van, omdat het natuurlijk een heel nieuw universum is, en dat ga ik helemaal vaak doen. Je kan het zelfs hele verschillende periodes doen. Je kan het heel vroeg gaan, maar je kan ook op een gegeven moment modern toe gaan. Dat je, zeg maar, dat je bijna in de moderne tijd bent. En dat dan die families wel bestaan. En dat dan de magie bijna weg is, dan komt opeens weer terug. En dan dat verwerkt in de mode. Ja, maar... Dat ze nu ook wel een beetje harder. Ze geloofden nu ook wel niet meer in magie eigenlijk, in het begin van de serie. Dat is ook vaag. Er is veel geschreven natuurlijk over het universum, maar niet zoveel. Nee. Er is amper genoeg geschreven voor prequels. Wat ik dan een grappig
filmmoment zou vinden, is denk ik toch dat ze bijvoorbeeld de Iron Islands terug gaan nemen. Want die waren ook de in Battle de of Pike was. Zou dat moet een gigantische veldslag zijn geweest. Met hey, maar we gaan nu heel ver door. Ik denk dat de meeste mensen nu al afhaken. Nee, dat kan niet. Nee, maar ik denk dat het overal toch een mooie serie is geweest. Ja. En ik hoop, want wat ik hoorde, zijn ze in februari al begonnen met die nieuwe serie. En ze wil dit jaar al een voorstukje laten zien, een soort trailer. Wat ik heb dus gehoord is dat ze na de zomer pas gaan filmen, maar goed, dat maakt ook niet uit. Wat ik wel heb begrepen is dat letterlijk april 2020 het moet gaan beginnen. Dus ze moeten al bezig zijn. Beginnen ze wel heel erg laat, als ze na de zomer, of ze moeten het tijdens het uitzenden filmen. Ja, dat doen ze. Zoals ze nu, ja. Nee, maar, en George R. Martin gaat... goed, de productie echt in handen. Ja, maar heeft hij dan nog wel genoeg tijd om zijn boeken te schrijven? Ja, dat is ook dat moet hij eerder doen. Dat werd ook gezegd. Veel belangrijker. Dat die boeken lang af zijn, dat ze nu opeens heel snel naar het eind van deze serie... Ik mag het hopen. Ik zit nog te wachten op mijn boekie Winds of Winter. Die is ook die lag waarschijnlijk op de planken. Waarschijnlijk wel. Dat is heel klaar. Hey, ik ga jullie bedanken voor deze bijdrage van de afgelopen weken. We hebben het alweer gedaan. Het is gelukt. Ik hoop dat de mensen ook weer hiervan genoten hebben. Of in ieder geval... naar gekeken hebben, dat vind ik hartstikke leuk. En wie weet, tot de volgende keer bij een andere serie. Dat is toch wel stiekem een seizoen 9 komt. Ja, dat denk ik. Of dat die prequel komt, dan zijn we ook geïnteresseerd in. Sowieso. Ja. Nou, mag ik weer bedanken voor het kijken en tot ziens.